En verschillende vormen van kunst nemen steeds meer een belangrijke plaats in de Surinaamse samenleving. Readytex Art Gallery houdt in het kader van bevordering hiervan en in samenwerking met verschillende kunstenaars jaarlijks een kunstexpositie. Volgens kunstenaar Koert Nahar krijgt de doelgroep hiermee een platform. Heel belangrijk om te starten met een openjarige expositie. Om in feite het publiek een beetje de ruimte te geven om inderdaad naar heel veel belovende kunstenaars te komen kijken. Dit is het huis van de kunstenaars en de kunst. En voor dit jaar is er heel wat spannends op het programma. Maar daarom proberen we met deze openjarige een start zijn te geven voor wat er allemaal nog meer op komst is. De kunstenaar stelt dat elke vorm van kunst gewaardeerd dient te worden vanwege de bijdrage die ze leveren aan het individu. Het valt niet te onderschatten welke bijdrage kunst levert aan persoonlijke ontwikkeling, meent Nahar. Zonder een maatschappij, zonder cultuur, zijn we geen mens. Weet je, het is niet alleen maar het zakelijke, maar met al onze talenten zijn wij wie we zijn op deze aarde. Dus het is in feite een heel belangrijk iets dat we als samenleving moeten koesteren. Natuurlijk kan je ook focussen op andere projecten of andere zaken, maar ik vind dat kunst, met name de discipline dans, muziek, weet je, nu dat ik in de cultuur ook meegroei en in de kunstwereld ook dat mag zijn, wie ik mag zijn, dan krijg ik nog meer waardering voor het eigene wat wij hier allemaal hebben. Nahar zegt dat deze expositie zeker niet de laatste zal zijn. Hetgene waarvoor de kunstenaars al jaren aan de weg timmeren zal op deze manier ook worden voortgezet.